op het BVV, het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid, werd vorige donderdag de nieuwe Bob Zomercampagne 2017 gelanceerd. Het gaat om een campagne van de gewesten in samenwerking met Assuralia en de Belgische brouwers. En mens vraagt zich natuurlijk af of dat dan nog altijd nodig is. Hebben we dan nog altijd niet begrepen dat drinken en rijden nooit samen gaan? Wel, ik vraag het aan Vlaamse minister van Mobiliteit, Ben Weitz. Maar daarnaast, naast de controle, dus gelukkig hebben we niet alleen Ben en Jan, maar ook. Iedereen vraagt zich soms wel af, zijn ze daar nu weer met die bobcampagne? Ja, we zijn daar weer, want het blijft nodig en zeker en vast nuttig. Je stelt enerzijds vast nog altijd in Vlaanderen alleen 80 verkeersdoden per jaar door alcohol. 1 op 8 ongevallen, letselongevallen, ook altijd alcohol in het spel. Dus dat zijn de harde cijfers. En daarnaast zie je dat we in zaken verkeersveiligheidscultuur qua mentaliteit nog altijd bij de slechtste leerlingen van Europa zijn. Blijkt uit onderzoek bijvoorbeeld dat maar liefst 1 op 3 Vlamingen niks zegt als ze zien dat iemand dronken achter het stuur kruipt en dat men dat gewoon laat begaan. Wel, dat wijst er toch wel op dat je ziet in andere Europese landen bekijkt men dat totaal anders. Dus we hebben nog werk aan de winkel. Horeca is altijd een beetje feest en Bob gaat over veilig feesten, dus dat gaat heel goed samen. We roepen alle horecazaken van Vlaanderen op om deel te nemen aan die Bob-campagne en de mensen kunnen dat zien waar die Bob-affiche uithangt. En wat gaan we doen? Wel, we gaan ervoor zorgen dat de mensen veilig thuis raken, bijvoorbeeld door een taxi te bellen, maar ook om de Bob van het gezelschap goed te soigneren. En we weten dat in 1 op de 2 horecazaken in Vlaanderen er nu al alcoholvrije alternatieven op de kaart staan. Maak er gebruik van en zorg dat het feesten veilig feesten blijft. En dan is iedereen gelukkig. Wat vinden jullie van de Bob-campagne? Die moet er zijn. Waarom? Omdat er moet gesensibiliseerd worden, zodat de mensen bewust zijn dat er alcohol en rijden dat er niet samen gaat. Maar als je een glaasje gedronken hebt, is het gewoon veel te raar om te reageren. Naarmate je meedrinkt, wordt het natuurlijk steeds erger. Terwijl naarmate je meedrinkt, je waarschijnlijk denkt dat het steeds beter gaat. En dat is niet zo. Het is al meerdere maanden bewezen dat het reden om de dronkenschap slechte gevolgen kan hebben. We zijn niet meer nuchter in je hoofd ook, op de baan. Dus het is beter dat dat gewoon niet doet. Het zijn allemaal nadeel. Ik heb geen alcohol nodig om mij een avond of een namiddag te amuseren. Ik vind het ook niet erg om Bob te zijn. We komen met de bus naar hier, naar de Gent. We rijden ook met een auto af, maar we gebruiken geen alcohol of drugs. De taxi, ja? Dat doen we ook soms. Te voet naar huis. Bijvoorbeeld een huwelijksfeest, dan ben je voor een nacht in een hotel en dan kan u te voet in feite naar uw hotel gaan. Zonder gevaar. Zonder dat u zelf in gevaar brengt of een ander. Rijden onder invloed is nog altijd een belangrijke oorzaak van verkeersongevallen in dit land en zelfs een van de bepalende factoren van de dodelijke verkeersongevallen. Wij proberen daar een antwoord tegen te formuleren door het organiseren van alcoholcontroles op gezette tijdstippen en plaatsen, zoals dat hier het geval is. Het is de periode van de terrasjes, van de barbecue, van de festivals. Hè. Iedereen mag zich amuseren, maar wel met de boodschap, met het concept in het achterhoofd dat rijden en drinken niet samen gaat. Rijden met alcohol, ook al ben je voorzichtig, is een zeer, zeer slecht idee. Doe je het toch, dan zou een leuk feestje wel eens kunnen eindigen in een ware nachtmerrie. En een alcoholcontrole zoals deze is dan het minst erge wat je kan overkomen. Want slechts 1 verkeerde beslissing kan al andere catastrofale gevolgen hebben. En als de drank is in de man, dan is de wijsheid in de kan. De enige juiste beslissing is dus bobben. Of je vooraf organiseren om veilig thuis te geraken. Want met z'n allen... zonder ongevallen. Je kan deze en vorige uitzendingen opnieuw bekijken op de website van de Federale Politie.